Ja, dat is wel aardig hoe dat hier een beetje binnendruppelt. Die berichtjes die dan binnenkomen via het ANP, wie allemaal de stem uitbrengt. Bekende mensen. Thierry Baudet. Natuurlijk Sylvana Simons heeft de stem uitgebracht. En minister Hugo de Jonge ook. Maar er ging toch even wat mis. Oh? Ja, die wilde vanochtend gaan stemmen in Rotterdam. Er bleek iets niet in orde met zijn paspoort. Hij had per ongeluk zijn oude paspoort meegenomen. En dan zitten er van die gaten in. Maar is die onklaar gemaakt? Oh, doe je met wapens, doe je ook met een paspoort. Ja, maar ja, dan is die natuurlijk niet meer geldig. Dus dan, dan word je weer naar huis gestuurd. De woordvoerder die zei van ja, ze lagen bij elkaar in één la. Maar dat zie je toch? Er zitten hele grote gaten in. Maar mag je dat? In mijn herinnering heb ik. Oh nee, dat was mijn rijbewijs. Moest ik op het stadhuis laten liggen. Oh? Ja. Oh, dat zou ik niet zomaar laten liggen. Hoezo? Vernietigen ze daar. Oh, op zo'n manier. Ja, een paspoort heb ik niet eens dus. Dus daar ging het niet helemaal goed. Oké, het is de laatste dag dat je je stem kan uitbrengen. Verslaggever Gerard van Ommen reist de provincie door om ons bij te praten. Ja, eerder vanochtend was hij op Urk. Gerard, goedemorgen. Goedemorgen. En waar ben ik niet meer nu. Ik ben nu in een in Emmelhagen. In een, ja, gewoon in de woonwijk. Dat is op zich niet zo bijzonder. Emmeloord? Waar het niet dat het... Wat zei ik? Emmeloord, zeg je er even bij. Oh, Emmeloord, ja, tuurlijk. Want ik denk, zeg ik nou iets wat niet klopt. Nee. Maar dat komt ook een beetje dat ik in de war raak van de straat. Want eigenlijk sta ik hier in een hele gewone straat. Gewoon nou, niet al te dure huizen. Zeg maar, mensen met dingen op hun dak en zo. En nou ja, gewoon de buurt. Maar als je dan doorloopt, een klein stukje. Dan kom je plotseling voor een... Ja, gigantisch huis eigenlijk. Een groot huis. Zo zou ik het zeggen. En ja, daar kan je dan stemmen. Dat is een modelwoning. Dus je kan overal in het land denken van ik wil een huis bouwen. Dan kom je naar Emmeloord, Emmelhagen. En dan kan je naar binnen om te kijken. Maar nu niet. Vandaag kan je stemmen. Ik moet zeggen, er zijn al heel veel mensen naar binnen gegaan. Want het is ook voor het eerst dat je in Emmelhagen gewoon in de wijk kan stemmen. Heel veel jonge mensen, ze heb ik al voorbij zien komen. Ga nu naar binnen. Dat is even een dingetje. Zo, ik hou de deur voor... Goedemorgen. Goedemorgen, de man met de verbinding vast. Dan laat ik de deur los. Goedemorgen. Goedemorgen. Als ik het goed heb, bent u Harmen. Dat klopt. We hebben afgesproken dat ik je mag zeggen. Ja hoor. U bent de voorzitter namelijk van het stembureau. Dat klopt ook. Er komt iemand binnen. U mag gerustig binnenkomen als u van ons geen last heeft. Ik heb een afstand. Komt een... Nou, je moet ook hier eerst je handen desinfecteren, heet dat dan. En je moet ook aan de regels voldoen. Hier staan de regels. Dus een mondkapje en dat soort dingen. En je moet 1,5 meter afstand houden. Nou is dat, Jeroen, ik weet niet of het lukt hoor, ik loop even de trap op. Maar je hebt hier een hele grote, ja, hoe noem je dat? Is dit een hal? Maar met een, het heeft een aparte naam, ik weet even niet welke. Ja, maar met een balkon hè? Ja. Ik weet niet, dan nou loop ik dus helemaal naar boven. Even mijn mondkapje af, kijk of er een galm in zit. Hallo, verkiezingen, stemmen, leuk man. Ja, hoorde je hem? Er zit een klein galmpje in. Ja, een beetje. Dus kortom, het is een groot huis. En nou, dat is dus de reden dat je hier kan stemmen. Harmen, kun je met ons meelopen? Ja, dat kan. Ja. Ik ga even heel kort het stembureau laten zien. Goedemorgen. Nou, dat is een hele grote ruimte. Er staan twee plekjes waar je stem kan uitbrengen. Nou... Eigenlijk ook heel gebruikelijk. Ruimte voldoende om afstand te hebben. Nou, dat is dus eigenlijk redelijk gewoon. Behalve dan dat er ook gewoon een meubel staat. Er zit ook een bank. Je kan hier liggen in het stemlokaal, zeg. Televisie aan heb ik even. Nou, ik heb mijn sloffen niet. En toen viel de verbinding helaas weg. Ja. Kun je ook even de keuken laten zien? Ja, zeker. Gaan we even de keuken bezoeken. Ja, wow, met een kookeiland. Ja. Ja, dat is wel wat je zou willen, toch? Ja, met een luxe afzo. Ja, dat heb je met zo'n nieuwbouwhuis. Ja. Mensen, het is een modelwoning wel van een bouwbedrijf. Bij het koken. Het is een soort bunker. Ja. Het is heel uniek. Ja. Dat heb je als voorzitter van het stembureau niet eerder meegemaakt, denk ik.
Gerard van Ommen in de modelwoning in Emmelhagen. Ik denk dat er veel ijzerwerk in zit en dat die daarom een beetje wat minder wordt. Ja, daarom zeg ik bunker en dan is het qua verbindingen wat lastiger. Ja. Maar dat is dus een modelwoning in de wijk Emmelhagen in Emmeloord. Dat is dan, daar kun je ook stemmen. Als je belangstelling hebt voor een nieuwbouwwoning, dus van een bouwbedrijf. Dus dan kun je daar eens doorheen lopen. Maar inderdaad, daar kun je vandaag en ook daar tot 9 uur vanavond je stem uitbrengen. Gaat het om verkiezingen of gaat het om reclame voor dat... Ik denk misschien wel een combi als je dat toch binnenbrengt. Dat je denkt van, hé, het is hier mooi.